Afgelopen zaterdag was de 35e editie van de jaarlijkse veemarkt in Wijchen. Bij deze cultuurhistorische paardenmarkt zijn allerlei activiteiten rondom paarden en ponies. Provinciaal statenlid Luc van der Veer van de Partij voor de Dieren ziet de veemarkt liever verdwijnen. Nou, mijn eerste indruk van de paardenmarkt in Wijchen is dat het een soort traditie is. Er zijn niet zo heel veel paarden. Het zijn ook allemaal ponies eigenlijk. Het is dus anders dan de grote paardenmarkten in Hedel of in Elst, waar bijna 2000 paarden zijn. Eigenlijk moet je als eigenaar van een paard of als fokker toch alles doen om te voorkomen dat je paard via een paardenmarkt naar een nieuw adres gaat. Nou, er zijn in Nederland bijna 450.000 paarden. Dat betekent dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat als de paarden iets ouder zijn en niet meer mee kunnen in de sport, veel paarden worden voor de sport gebruikt, dat ze dan goed kunnen worden opgevangen. Paarden kunnen bijvoorbeeld wel 30 jaar of nog ouder worden, terwijl de gemiddelde leeftijd van een paard maar 7 is. Nou, hoe komt dat? Veel paarden, als ze niet meer in de sport mee kunnen, denk ook aan voetballers, die komen ook een keer aan het einde van hun carrière, dan gaan ze naar de slacht. Dat gebeurt ook via de paardenmarkten. Dus als ik hier over de paardenmarkt loop, dan denk ik ook van ja, wat gaat er met die paarden gebeuren als ze niet een nieuw adres vinden? Henk Grootveld, voorzitter van Stichting Veemarkt Wijchen, reageert vanuit het buitenland. Grootveld zegt dat bij de veemarkt een team van vrijwilligers betrokken is dat samenwerkt met verschillende deskundigen om een veilige en diervriendelijke markt te organiseren. Op de markt is bijvoorbeeld een dierenarts aanwezig die alle dieren in de ochtend controleert op hun gezondheid. Het is met opzet geen braderie, omdat het juist een historische paardenmarkt moet zijn. Daarom zijn er ook maar tussen de 100 en 150 paarden aanwezig, zo zegt de voorzitter. Hij benadrukt dat er nog nooit iets is misgegaan en dat er ook nog nooit klachten zijn geweest. Naar eigen zeggen was het ook dit jaar weer een heel vredige markt. Ik heb zelf een paard, dat is 30 jaar. Die is al een tijdje met pensioen. Maar dat is net als met mensen met honden. Het wordt een stukje van de familie. En je zou dat niet via de paardenmarkt aanbieden. Er zijn ook geen markten voor honden. Ja, iedere paardenmarkt is er één te veel. Ook deze paarden zijn beter af. Als er een baasje op internet gaat zoeken, een baasje die echt een paard wil en daar plek voor heeft, en dan gaat kijken naar de paarden die er al genoeg zijn. En er moeten zeker niet paarden bijgefokt worden alleen voor de paardenmarkt.